Ja, kijk, je snijdt zo'n stukjes. En dan niet helemaal tot de bank? Nee, en dan snij je dit stukje eraf. Zo, dit stukje erop. Ja. Dan met de kok weer. Hè? Kijk, en dan pak je je vork en dan heb je een stukje. Ja, ik vind de manier van je niet zo wel echt het best. Oké. Okay. En dat is dus in tegenstelling tot de manier van? Johanne. Oké, okay, dus die heeft het fout. Ja. Waarom? Kun je daar zo'n diepgaande uitleg over geven? Nou, kijk. Terwijl ik in tussentijd mijn hand gewoon zo mijn arm voor van Linda's neus haal. Nou, ja. Nu kun je het onderste deel overeten. Wacht, van hier naar daar. Ja. Voor is het faal. Een soort van kip in het ei. En zo eet je de watermeloen, mensen. Is dat klaar? Is filmen? Hier zien we de meloen in zijn natuurlijke leefomgeving. De meloen is geboren en zal sterven als meloen. En dat is eigenlijk als enige functie van bestaan. Gerlof demonstreert hoe dit in zijn werk gaat. Meloenen, wat is dat? Ja, meloenen trauma. Welke trauma? Ja, zie, ontkenningsfase. Hè? Ontkenningsfase. Ja, weet ik, hè. Ik kan er ook niks aan doen meer. Ik zal het proberen. Uiterste concentratie. Hele grote hals. Maar je moet er gewoon even doorbijten en je kunt het inslikken en dan verwerk je het wel. En als ik je dan bij vertel dat Frans de pikjes eruit haalt, wat zegt dat over Frans dan? Dat Frans te makkelijk wil leven. Lul je nou? Remy? Dus jij meloen? Ja. Hoe eet jij meloen? Dit is voordoen. Nee, ik heb geen meloen. Ja. Okay, ik deed het zo, maar dan een stuk zwoeler. Kan je wel eten? Ze lijkt er al op. Lekker hoor. Ik heb hem al op die witte laat. Ja, maar hoe zou je het gedaan hebben? Zoals Junita het zei. Ja? Is dat de beste techniek? Ja, ja, ben ik uitgekomen. Dus je haalt de pitjes niet uit zoals Frans dat doet? Nee, ik ben niet zo precies hoor. Oké, okay, geen pitje precies zeg maar. Nee, precies. Hap, hap, hap. Ja, dat wil je nou. Ik ga zo even zuigen. Hij eet meloen met curry. Er zit curry op zijn meloen. Een bier. Ja, dat komt door. Ze vinden het lekker. Ik denk dat ik dat ook maar eens ga proberen. Oké, okay, ik hou niet van meloen. Leuk. Ik voel het geluid zo naar. Als je dat eet, dan is het... Dat doet gewoon niet zo fijn. Wat eet jij? Dat was het. Het was niet heel diepgaand, maar... Oh, leuk. Het geluid vind ik niet zo fijn. Dit was Anne 2.0. Dank je, lekker kort. Kijk, meloenen kun je het beste eten zoals je niet uit zei. Want dat is gewoon algemeen bekend in de groente- en fruitwereld. In de meloenenindustrie? Ja, in de meloenenindustrie inderdaad. Gemma, wat is jouw visie op de meloen van het leven? De meloen van het leven? Ja, dat is een goede vraag. Nou, het leven zelf is makkelijk en dat is ook als je gewoon in een meloen bijt. Maar af en toe heb je nog wel eens een pitje en dan heb je dus iets moeilijks. Hi! Het moet langs je mondhoeken lopen. Dan... Beter of slechter? Hey, zullen we het even bij het onderwerp houden, jongens? Het gaat over meloenen natuurlijk. En beren. Ook dat. Ja, maar beren zijn van meloenen afgestampt. Oh, vandaar dat ze rond zijn. Ja, dat Alice, kun je dan verklaren waarom een meloen een gladde schil heeft en een beer een vacht? Nee. Dat is nog niet... Nee, dat is niet onderzocht. En dat, okay. Daar zijn we nog druk mee bezig. Jammer. Ja. Een volgende stap in de wetenschap. Ja. Toch? Ja. Oh, Charlene. Charlene, heb jij nog een andere tactiek? Of hoe eet jij meloen? Zo. Dat is een ander soort meloen. Hebben ze in Graafhorst ook meloenen? Ja, zeker. Zijn het ook andere meloenen? Zwarte kousen meloenen? Ja, die hebben ze zeker ook. En gaan die ook, doen die nog iets anders dan standaard meloenen? Die jiggelen. Ah, hoe gaat dat in zijn werk? Kijk, de meloenexpert luistert mee, hè? Je ziet het, je ziet haar gaan.
Er zit daar een minderjarig jochie, die is heel nieuwsgierig naar hoe dat allemaal werkt. Oh jee. Kan ik niet vertellen. Sorry. Jos bedoel je, maar Jos is niet minderjarig. Nee, gelukkig niet. Jos, je hebt een beetje neus als een meloen, jongen. Dank u. Ik heb mijn meloen. En toen, en toen, en toen. Hoor je nog meloenig, ja? Ik geef je nu een zoen. Nou, de glutenvrije meloen zit toch wat anders in elkaar dan de normale meloen. Net als Gerben zegt, de meloen is als het leven, zeg maar. En de glutenvrije meloen is meer als de dood. Okay. En als we het toch over speciale meloenen hebben. Jamie, een suikervrije meloen. Ja. Hoe zit het daarmee? Nou, die is eigenlijk gewoon niet te vreten. Nou, dat is mijn verhaal. Dus. En daarom eet je een hamburger. Ja. Ja, nou goed. Ik hou niet van meloen. Ja, dat is een verzoenlijke vraag stellen. Ja. Dat heb ik meestal besproken. Ja. Wat is jouw visie over de meloen? Dit is een zeer bijzondere meloen. Alle meloenexperts zullen het met me eens zijn dat als je deze goed bekijkt, dan zie je dat deze meloen heeft een heel specifieke structuur. En als je daar, ja, zoom maar even in, dat kan heel dichtbij. Komt dit heel dichtbij voor jou? Ja, absoluut. Ik voel me verbonden met deze meloen, echt. Hij raakt mijn hart, bijna letterlijk, maar dat doe ik niet, want dan wordt mijn shirt nat. Maar deze meloen heeft een gebruiksaanwijzing. Het is een speciale meloen, die moet je proberen één hap naar binnen te werken. Dat is niet makkelijk, want dit is een grote meloen. Maar ik ga een poging doen. Is dit jouw tactiek? Alles voor zeg de wetenschap, maar. Alles voor de wetenschap. Wat is nou het wetenschappelijk verschil tussen een linkermeloen en een rechtermeloen? Denk de kant waar die op draait. Omdat we nog 41 watermeloenen erbij moeten. De kleur van meloen. Meloen! Vertel even, wat ben je aan het doen, Frans? Voor het eerste keer sinds 19 jaar watermeloen eten. Omdat deze wel een keer lekker is. En je haalt de pitten eruit, zie ik. Waarom is dat? Gewoon, ik heb een hekel aan pitten. Heb je daar een speciale tactiek voor? Of nee. Techniek? Nee. Niet? Hoe doe je dat dan? Leg het eens uit. Vies is niet. Doe eens. Nee, gewoon op de gok. Gewoon kijken. Interessante techniek is dat, zie. Gewoon met je. En hier zien we Frans in zijn eigen natuurlijke leefomgeving. Dat is toch een man. Eet hem eens. Eet hem eens. Ik moet je even kijken. Ik zou het wel vaker doen. Ja, dat is de verleugde. Zo ziet de meloen eruit als je hem hebt gesneden. Wist hij al, is dat? Maar, zo ziet de meloen eruit. Als je lekker hebt. Kloven, smaakt. De mensen die dit bekijken denken... Gedruppeld. Mensen die dit bekijken denken echt wat hebben nou, wij gesnoven. Nou, doei! Groetjes van het meloentesting. Oh, ja. Auw! De gelijkheid tussen deze hamburger en de watermeloen is dat er allebei stukjes in zitten. Heb je nog meloenen dan? Mijn familie, je hebt de verkeerde voice aan kneus. Ze zijn geen meloenen, dus dat heb je heel erg verkeerd. Maar dat kan niet, want dat zei Robert net, echt. Maar daar gaat het al fout. Alles wat Robert zegt, zit een dikke kronkel in. Nee, dat is jouw meloen, Robert. Ik eet borst. Gaan we back to the 2006 of zo? Dat is even onzin. Als we de situatie zou kunnen kluien. Een meloen. Goeie meloen. Je bent ook niet interessant of zo. In de watermeloen zitten stukjes pit. En hierin zitten stukjes varkensogen, koeienogen, koeien. Koeiendamen, beenderen. Ik geef hem een beetje de hand. Je hey. Hey, Jaap. Hey Jaap, hoe voel je je erbij? Dat is het zware leven van een meloenoloog. Vrachtauto, chauffeur. Is er nog verband tussen hamburgers en meloenen? Ja. Wat voor verband? Geen idee. Smaakt hij naar meloen? Mm-hmm. Meloen is heel fotogeniek. Wat is het meest diepgaande dat jouw meloen je ooit heeft verteld? 42.
van hier naar daar. Meloen! Hoogschop! Eet hem zo. Meloen! Wat dan? Wat een onzin. Hoezo? Is het lekker sappig? Hij is lekker sappig, hoor ik net. Goed? Rood van rood en blauw. Rood van rood en wit. Heel mijn meloen voor jou. De kleuraspect die de meloen weergeeft, het rode naar het witte, naar het groene, geeft een erg mooi fotografisch effect. Gerard, het is een watermeloen. De meloen is wat de natuur bedoeld heeft. En het is de perfectie op de natuur, is de watermeloen. De meloen is al nog mee. Ja, dat heb ik gedaan. Ik kon niet laten. Omdat me leuk leek. Ja, op de camera. Alweer, tweede keer jongen, op je mel. Ik eet wel eens meloen, ja. Meloen, hè? Wat loor je naar poep aan? Geen maar hebben geen meloenen. Geen maar is onderontwikkeld. Jongen, Jaap, doe nou eens een keer normaal, jongen. Nee, ze hadden geen meloenen. Ze hebben daar niks, behalve vuilnis. Meloenafval? Nee, ook niet. Oké. Knipperen met je ogen. Wat wil jij mij zeggen? Niks. Oké. Ben je klaar? Ben jij klaar? Oeh.